Suriname en Panama hebben in India van de gelegenheid gebruik gemaakt hun bilaterale samenwerking op de tafel te leggen. Het onderhoud vond op zondag 8 januari plaats tussen president Santokhi en de Panamese minister van Buitenlandse Zaken Janaina Tewani. De functionarissen hebben daarnaast ook van gedachten gewisseld over de regionale samenwerking tussen India en het Caribisch gebied. President Santokhi op dit bezoek hier in India niet alleen toespraken zal houden bij de formele gelegenheden, zoals de Pravasi Bharatiya Diwas en de Global Investor Summit en ook de Global South Summit, the Voice of the Global South. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om ook bilaterale gesprekken te hebben, in dit geval met de minister van Buitenlandse Zaken van India, Dr. Subramaniam Jaishankar. En daarnaast ook met de minister van Buitenlandse Zaken van Panama, mevrouw Janaina Tewani. Het belang van deze gesprekken is dat we dus in staat zijn om de technische samenwerking op een rijtje te zetten en na te gaan op welke wijze die verder versterkt kan worden. Maar ook waar de knelpunten zijn om die knelpunten te helpen oplossen. Morgen zal president Santokhi een gesprek hebben met premier Modi. En daar zal er meer op politiek strategisch niveau gesproken worden over de samenwerking. Vandaag was het wat meer de diplomatieke technische samenwerking. Wat belangrijk is om vast te stellen bij het gesprek met minister Jaishankar is dat een aantal zaken spelen in de relatie, waaronder als belangrijkste voor ons de schuldherschikking en de afhandeling van de schuldherschikking. Daar wordt heel positief naar gekeken door de Indiase regering. We zijn echt in de finale fase van de afronding. Wij hopen dat morgen, wanneer wij de statement zullen presenteren, dat we met India afspraken kunnen maken ten aanzien van heel duidelijk de afronding, het afrondingstraject. Het is een overeenkomst tussen Exim Bank India en het ministerie van Financiën van Suriname. En de schuldherschikkingsovereenkomst zal ook op dat niveau verder afgehandeld moeten worden. Maar wat nodig is, is de goedkeuring van het ministerie van Buitenlandse Zaken en van het ministerie van Financiën. De goedkeuring van het ministerie van Financiën hebben we al. Nu is er de goedkeuring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus ik denk dat we daar met goed bericht mee naar huis komen. Maar daarnaast zijn er een aantal projecten waar van beide kanten belangstelling voor bestaat om verder mee te gaan. Belangrijk is dat het project over ICT, er is een ICT-centrum aangeboden aan Suriname, die is geruime tijd, maar we zijn nu pas goed begonnen met de uitvoering daarvan. President Santokhi heeft gevraagd om experts voor bedrijf e-government. So, er zijn twee concrete projecten op het gebied van ICT die door India gefinancierd zullen worden. Daarnaast blijven we praten over de functionele samenwerking op het stuk van volksgezondheid. Er wordt gekeken naar de alternatieve vormen van gezondheidszorg, met name Ayurvedisch. En in de toekomst ook zullen we kijken naar de Chinese varianten daarvan. Wij staan open daarvoor en de wetgeving wordt klaargemaakt om dat mogelijk te maken. Wanneer dat gedaan is, verwacht ik dat het Ayurvedisch centrum in het district Saramaka vrij snel tot stand zal komen. Het is ook belangrijk vast te stellen dat van Indiase kant ook wordt gevraagd om medewerking voor wat betreft de opzet van een uitgebreider, wat meer prominente centrum voor cultuur en kunst die zij willen opzetten aan de Jagannath Lajmanstraat. Zij hebben het perceel reeds geruime tijd, maar om verder erop te kunnen bouwen en investeringen te plegen die in de miljoenen zullen liggen, moeten er nog wat additionele formaliteiten worden gedaan. En daarmee zijn we bezig. Zo ook met de twee andere projecten. Het project ten aanzien van ICT, en dat zal in Nigeria moeten komen. En het project van Ayurveda. Er is ook gesproken over een nieuwe vorm van samenwerking, met name op het stuk van defensie. De ondersteuning vanuit India, heel gespecialiseerd voor wat betreft niet alleen materieel, maar ook opleidingen, training.
is besproken en we zullen daar vervolggesprekken hebben. En die vervolggesprekken zullen dan geleid worden door de minister van Defensie. Ik denk dat het ook belangrijk is vast te stellen dat wanneer de schuldovereenkomst afgerond is, dat dan dat nieuwe mogelijkheden opent voor Suriname. Naast de projecten die nu reeds gaande zijn, maar aangehouden zijn vanwege de IMF-regels, zullen ook andere projecten gefinancierd kunnen worden. Want er is nog zeker een bedrag van 50 miljoen, om en bij 50 miljoen, nog openstaan. En die kunnen we invullen. De projecten die op dit moment pending zijn, dus die on hold zijn, zijn op een stuk van energie met EBS, op een stuk van melkcentrale, modernisering van melkcentrale. En ik denk dat deze projecten goed zullen zijn voor de Surinaamse samenleving, voor de Surinaamse economie. Maar daarnaast kijken we naar een aantal projecten die we hebben ingediend, zo'n 19-tal projecten. Die zijn schenkingsmiddelen, waar in verschillende buurten en districten dit soort projecten uitgevoerd kunnen worden. In principe lijkt het in de richting te gaan van een volledige financiering. Maar daarnaast ook heeft India gevraagd om onze behoefte voor wat betreft natuurrampen en het management daarvan. En NCCR als leidend instituut heeft daarover voorstellen gedaan. Die worden ook meegenomen in dit pakket van projecten. Dus al met al dit gesprek technisch leidt tot een aantal positieve ontwikkelingen en versterking van de relatie tussen de beide landen. President Santokhi heeft wederom premier Modi uitgenodigd om in Suriname te zijn in juni, wanneer 150 jaar Indiase of immigratie uit India wordt herdacht. Oké, dank u wel, minister. En een gesprek met de buitenlandse zaken minister van Panama? Nou, dat gesprek aangevraagd door de minister van Buitenlandse Zaken van Panama ging met name over twee zaken. Eén is een initiatief, en toevalligerwijs beide landen hadden ongeveer hetzelfde idee, is een ontmoeting tussen premier Modi met CARICOM en SICA-lidlanden. SICA zijn de landen van Centraal-Amerika en ook Suriname had dit idee al voorgenomen dat indien premier Modi naar Suriname zou komen, we dit erbij zouden kunnen doen, omdat er een behoefte is, ook vanuit Indiase kant, om collectief de regio te ontmoeten. Dus dit zou een additionele activiteit zijn. Het voorstel is gedaan en nu moeten we even afwachten hoe de reactie van premier Modi zal zijn op de uitnodiging van Suriname. Het is belangrijk ook om te weten dat dit ook zou passen in de context van het vervolg van de diaspora-conferentie hier, waarbij in de regio, waar vele landen een Indiase diaspora hebben, ook in Centraal-Amerika, Belize, Guatemala, Panama zelf, enorme grote diaspora-gemeenschappen, ook in het Caribisch gebied, dat deze landen bij elkaar komen om te kijken op welke wijze ze verder inhoud kunnen geven aan de follow-up voor de PBD. Maar daarnaast is ook gesproken over de bilaterale samenwerking tussen de beide landen, tussen Panama en Suriname. Daarmee is vooral nagegaan op welke wijze we de handelsbetrekkingen kunnen versterken, toerisme ook. Er is gesproken over de visa-regeling, want het is op dit moment moeilijk voor Surinamers die geen Amerikaans visum in hun paspoort hebben, richting Panama te gaan, paspoort opsturen, aanvragen en al dat soort dingen. Er is de belofte gedaan om daaraan te werken door Panama. Dat zou ook helpen met het bevorderen van toerisme en ook maar ook het zaken doen. Wij hebben ook gesproken met Panama over samenwerking op een stuk van politietrainingen. Ze hebben een sterk politietrainingsapparaat en we zullen dus heel snel samen met justitie en politie nagaan op welke wijze we daar inhoud aan kunnen geven. Ik denk dat het belangrijk is aan te geven dat wanneer deze landen hier zijn, dit soort gesprekken, alhoewel het doel niet specifiek dat is, om hier te zijn om dit soort bilaterale gesprekken te hebben, maar dat we met deze gesprekken, deze gelegenheid, dus die
relaties kunnen verder versterken en verdiepen.